En dan nu? Hallo kijkers. Terwijl achter mij de inschrijvingen voor de Vierdaagse loopt en zo langzamerhand iedereen zich aangemeld heeft, ga ik met u nog even kijken naar oude filmfragmenten gevonden hier in het archief. Wist u bijvoorbeeld, als we het toch over water en regen hebben, dat vroeger de waterstanden live in de kerk werden voorgelezen? U ziet hier een opname uit 2012. De waterhoogten van hedenmorgen beginnen met Constanz 378 min 2. Rijnvelden 257 plus 3. Straatsburg 284 min 30. Pietersdorp 419 min 14. Maxau 465 onveranderd. Plochingen 148 min 11. Mannheim 322 plus 11. Steinbach 129 plus 3. Mainz 295 plus 2. Bingen 202 min 3. Herstel plus 3. Kaup 217 min 5. Trier 241 plus 5. Koblenz 218 min 4. Keulen 185 min 5. Roerort 359 min 12. Lobith 966 min 12. Pannerdense kop 780 min 8. Moerbeek aan de Waal 1955 onveranderd. Arnhem 355 min 7. Eefde IJssel 228 min 7. Monsin 5054 plus 10. Borgharen 3800 3800 min 105. Belveld 925 onveranderd. Grave beneden de sluis 468 plus 41. De minste waterdiepten in de Vaargeul, vandaag vermeld op de waarschuwingsborden, zijn in centimeters. Millingen Nijmegen 340. IJsselkop Heveadorp 270. Heveadorp Amerongen 260. IJsselkop Doesburg 250. Doesburg Zutphen 250. Zutphen Deventer 265. Deventer Windesheim 270. Dit waren de waterhoogten van vandaag, meegedeeld door de Rijkswaterstaat. Bedankt voor het kijken en tot morgen. En morgen hebben we het over lichtblauw.